Zou jij er een probleem hebben als wij daar een schaar in zetten? Lang haar vind ik wel toffer, maar als dat moet dan. Une montre de marché et j'ai pas trop l'habitude de marcher sur un podium, donc je crois pas que ça ait été très bien. Mais... Vandaag voor de laatste keer een blik achter de schermen van de eerste selectiedag van de Flair modellenwedstrijd. De laatste tickets worden uitgedeeld en hoe dat Flair model er straks moet uitzien, vertelt Valérie ons. Comme Flair est un magazine qui est très proche de ses lectrices, ça ne doit pas être quelqu'un qui est inaccessible, ça doit être quelqu'un en qui on peut à la fois on peut s'identifier. Maar je moet er iets voor over hebben. Vandaag lachen en stralen en binnenkort misschien nog iets meer. Hoe lang is uw haar? Want ik heb niet lang. Het komt ongeveer tot hier zo. Zou jij er een probleem mee hebben als wij daar een schaar in zetten en daar een mooi goed kareken van knippen? Vroeger zette mijn oma de pot op het hoofd en knipte die daar af, want dat was handiger. Dus een beetje een trauma en lang haar vind ik wel toffer, maar als dat moet dan... Moet niet zomaar. Oké. Tevreden blikken van de jury. Tot Jaad verschijnt. Une montre de marché et j'ai pas trop l'habitude de marcher sur un podium, donc je crois pas que ça ait été très bien. Mais... Lindsay heeft geen moeite met defileren, zelfs op hoge hakken. Ik denk dat het een heel ervaring is, nieuwe mensen leren kennen. Ik denk wel dat het spannend gaat worden, ja. Veel succes. Ook voor Justine is lopen op de catwalk geen probleem als je geregeld maar aan een verkiezing deelneemt. J'ai déjà fait un concours qui s'appelle Top Model Belgium. Et j'ai été juste en finale et franchement c'était une expérience mais inoubliable. J'attends d'apprendre un peu plus sur la mode et avoir un peu plus d'expérience aussi. En dan wordt het geduld van de allerlaatste kandidaten beloond. Hier is Nadia. Het is goed gegaan, ik was een beetje verlegen, maar het viel eigenlijk nog goed mee. Ondertussen in de jurykamer nog maar 3 lege vakjes op het halve finalebord. De jury krijgt het moeilijk. Wie oh wie zijn de laatste 3? Het zijn... Lindsay. Nadia. En het laatste ticket gaat naar... Marijke. De eerste selectiedag van de Flair modellenwedstrijd zit erop. Week na week konden we meeleven met hoe de meisjes voor de jury verschenen, hoe ze zich voelden en wat hun verwachtingen waren. Het eerste dat moet naar voren komen is de blijheid van het leven. C'est quelqu'un qui doit être rayonnant, qui doit vraiment dégager quelque chose, qui doit être très souriant. Newsflash, een model heeft geen mening over wat ze aandoet. Maar het ging niet voor iedereen even vlot. Soms was de meetlat het probleem. Ik dacht werkelijk dat ik 1,73 meter was. Bij anderen de stress. Oh my god, ik heb een beetje stress. En voor sommigen waren er helemaal geen problemen. Ik schat mijn kansen redelijk in tegenover de andere meisjes. Moet ik eens lopen? Nee. Loop maar. Nu serieus, lachen. En een beetje meer schwung, kom. Een van deze 20 meisjes siert binnenkort de cover van Flair. Maar eerst staat u nog een andere uitdaging te wachten. Een heuse bootcamp met alles erop en eraan. De coaches en de jury staan nu al klaar. Wat en hoe, dat zie je vanaf volgende week.